Vroeger ging je alleen naar de bibliotheek als je boeken wilde lezen, maar die taak is volledig uitgebreid. En hoe maken we de lokale politiek weer sexy voor jongeren? Aan tafel twee gasten. Miranda van Elswijk van de Bibliotheek Gouda en Sophie Heesen, PvdA gemeenteraadslid. Dit is Goudenstad Informatief. En thuis natuurlijk weer heel hartelijk welkom bij Goudenstad Informatief. Officieel mag het niet meer, maar we doen het lekker toch, want het is de eerste uitzending van het nieuwe jaar. Dus de allerbeste wensen. En natuurlijk ook de beste wensen voor het nieuwe jaar voor mijn gasten. Miranda en Sophie, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Sophie, we gaan straks met jou uitgebreid praten over hoe politiek weer een beetje sexy kan worden voor jongeren, met name middelbare scholieren. En dat is ook natuurlijk wel een heel klein probleempje wat jullie hebben. En dan gaat het niet over politiek, maar jongeren en lezen. Gaat het ook niet goed mee? Nou, dat weet ik niet. Oké. Okay. Ja, ik hoor eigenlijk best wel veel jongeren die wel van lezen houden. Ja. Bijvoorbeeld via Instagram heb je BookTok. Of via TikTok heb je BookTok. En daar geven ze elkaar allemaal tips. En ja. Dat werkt echt wel goed. Ja, dus de wereld van jongeren is eigenlijk veel veelzijdiger en diverser dan we misschien wel denken. Sophie, jij bent zelf ook eigenlijk super jong, dus het is bijna een ervaringsdeskundige die hier aan tafel zit. Nou, dat wil ik ook weer niet noemen. Allereerst allemaal beste wensen, ook voor jullie uiteraard. Je ziet in de politiek dat jongeren veel minder deelnemen, maar ook veel minder op de hoogte zijn. Ja. En dat zien we helaas de afgelopen jaren, dat veel minder jongeren naar de stembus gaan. En dat is wel echt een maatschappelijk probleem. Ja. Is het nou zo dat jongeren, want jij zit in de gemeenteraad voor de PvdA, dan heb je natuurlijk de wat kleinere lokale problemen of vraagstukken. Is het niet zo dat jongeren zich daar niet voor interesseren? Want als je landelijk kijkt, het klimaat, dat soort zaken, interesseert jongeren wel enorm. Ja, en dat is denk ik ook wel hetgeen wat ik juist op de agenda heb gezet, op zowel de politieke als maatschappelijke agenda. Wij hebben als PvdA politieke vragen gesteld. Ik ben vanaf september van vorig jaar, dus september 2023, ben ik langs alle middelbare scholen geweest in Gouda. Dan heb ik gesproken met directeuren, maar ook met docenten maatschappijleer. En ik heb gevraagd, waar hebben jullie nou eigenlijk behoefte aan in de klas? Als het gaat om juist lokale democratie van enerzijds, hoe werkt het instituut? Dus wat betekent het nou om raadslid te zijn? Wat doet nou eigenlijk een burgemeester? Hoe zorgen we ervoor dat problemen in de stad worden opgelost? En anderzijds ook van, wat vind ik nou van een maatschappelijk vraagstuk? En het belang van met elkaar het gesprek aangaan, het creëren van meer vertrouwen in de overheid is wel echt een belangrijk thema, ook juist wat het vraagstuk over lokale democratie terugkomt. Ja, nou daar kom ik straks nog even terug, want dat is eigenlijk een overal probleem. Hè? Dat is niet zozeer iets voor jongeren, maar ook voor ouderen. Wat interesseerde jou nou zo in die politiek om zo jong, want volgens mij was je 14, 15 jaar toen je al actief ging inzetten voor de politiek, om daardoor gegrepen te worden? Ja, ik ben politiek actief sinds mijn 18e. Dus ik heb toen al direct gebruik gemaakt van mijn recht om deel te nemen in de Goudse gemeenteraad. En toen ik op de MAVO zat, dat heet nu VMBO-T, toen kwam ik er eigenlijk achter van, hey, ik merk dat als ik nu, toen ik naar de HAVO ging uiteindelijk, merkte ik van, hey, er zit een bepaalde ongelijkheid in politieke participatie. Dus op de HAVO was een leerlingenraad bijvoorbeeld veel actiever en kon je ook meedoen met debatwedstrijden. En op de MAVO kon dat eigenlijk niet. Of was dat heel beperkt. En ik vond maar dat was je wel... Toch, sorry dat je in de reden valt, hè? Want dit is de... Ook het politieke pleidooi wat jij op de agenda wil zetten. Precies. Maar was jij je, ik begrijp het, maar was je daar al zo van bewust? Van die participatie van jongeren is verschillend naar niveau van onderwijs. Ja, daar merkte ik wel echt een verschil. En anderzijds ook hebben wij als gezin te maken gehad met armoede en het hele verhaal over ongelijke kansen in het onderwijs. Maar ook überhaupt gelijke kansen in het leven van mensen. Dat heeft mij altijd geraakt. Ja. En dat heeft me ook bewogen om politiek actief te worden. En ik denk dat er zoveel jongeren zijn met heel veel talent en positieve kracht. Die wil je ook gewoon een kans gunnen om actief deel te nemen in de politiek, maar ook om gewoon te gaan stemmen. Ja. Dat zij zich ook geroepen voelen om daarmee ook onderdeel te zijn van de samenleving. Om deel te nemen. Ik las dat jij ook inderdaad uit een politiek, je zegt zelf, ik kom uit een rood nest. Ja. Is dat bepalend geweest voor jouw participatie? Denk je dat als kinderen dat niet van huis uit meekrijgen, dat het een stuk moeilijker wordt?
Nou ja, mijn ouders, mijn opa heeft altijd PvdA gestemd. Dus ja. Den L was altijd wel een icoon, zeg maar, thuis. Later merkte ik ook wel dat wel mijn moeder als mijn vader altijd wel op rode partijen hebben gestemd. Dus zo al de sponsjes van de SP met zo'n tomaat erop. Ja, die komen me heel bekend voor. Maar ook Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks. Dat heerste wel echt wel thuis. Dat was wel echt een onderwerp, een gesprek aan tafel. Tegelijkertijd merk je ook wel dat dat soms ook helemaal niet zoveel uitmaakt. Ja, want heb je wel eens getwijfeld? Heb je wel eens gedacht van, nou, misschien dat het liberale gedachtegoed... Misschien vloek ik hier aan tafel voor je, maar misschien dat dat ook wel... In de sociaaldemocratie zie je dat vrijheid en tegelijkertijd ook gelijke kansen een ontzettend belangrijk thema is. Ja. En ik heb nooit getwijfeld aan mijn politieke partij. Ja. En ik zou het ook eigenlijk, denk ik, over neoliberalisme moeten hebben. Want dat liberalisme is natuurlijk veel meer ook, vind ik, een sociale component in de politiek. Daar zit ook wel enerzijds soms een sociale component in. Ja, precies. Even terug naar de jongeren. Jij bent scholen afgegaan en om jongeren te motiveren mee te praten over politiek. Wat hoorde je daar? Nou ja, toen ik ben naar elke school geweest. Hè, dus ik ben zowel naar de Driestar geweest als het Casper College. Ik ben in gesprek geweest met het Antonius, ook met een docent maatschappijleer. Wat ik daar heel erg merkte is... Hey, we merken dat jongeren heel graag willen meedoen in de stad. Dus ze vinden wat bijvoorbeeld van het parkeerbeleid. Ze vinden iets over hoe kunnen we duurzamer worden. Maar vinden ze daar echt wat van? Want ze hebben niet eens een auto. Ze horen wel hetgeen aan de keukentafel. En ze vinden daar wel wat van. Maar ze vinden bijvoorbeeld ook wat van als bijvoorbeeld Oranjenacht niet meer toegankelijk is voor jongeren. Dat kan ik begrijpen. Dus dat... En dan vraag je altijd van, maar wat vind je daar nou van en hoe kijk je daarnaar? En dan komen ze toch wel achter van, het is toch politiek. En er worden toch wel besluiten genomen die heel belangrijk zijn. Ook in het leven van juist jongeren. En ik zeg altijd, jongeren zijn de toekomst. Jongeren die gaan uiteindelijk ook weer het land leiden. Dus het is alleen maar goed als je ze gewoon iets eerder erbij betrekt. En wat ik ook wel bijzonder vond, na de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, heb ik ook wel gehoord van docenten maatschappijleer van, er zijn ook wel kinderen die zorgen hebben in de klas. Van wat betekent nou zo'n uitslag? Wat betekent het nou om moslim te zijn in het land als we zo'n uitslag hebben? En juist dat soort moeilijke gesprekken, dat hoeft het nog geen eens over politiek te gaan, maar gewoon over gevoelens. Maatschappelijke debatten. Precies, maar over hoe werkt nou zo'n democratie en hoe beschermen we ook de rechtsstaat. Dat zijn wel thema's die heel belangrijk zijn om te bespreken in zo'n klas. Helder. Nu kun je je ook afvragen als je naar de politiek kijkt, want we kijken bijna allemaal. Ik vind dat de meeste mensen wel politiek geïnteresseerd zijn. Participeren is wat anders. Maar als je naar de politiek kijkt, en je kijkt dan met name naar de Tweede Kamer, daar gebeuren dingen waar je niet blij van wordt. Heeft dat ermee te maken dat jongeren ook denken van, ik voel me helemaal niet aangetrokken tot de manier waarop politici met elkaar omgaan? Je hebt het dan echt over de omgangsvormen, over hoe het de afgelopen periode verhard is in Den Haag. Ja, zeker. Als een Kamer, Ariep, die heeft op een gegeven moment brieven gekregen van burgers die zeiden, kunnen jullie je niet een beetje gedragen? Dat gaat wel ver. Ik kan me voorstellen dat jongeren dan ook zeggen van ik voel me niet aangetrokken tot deze manier van met elkaar omgaan. Ja, ik denk dat sowieso als je Kamerlid bent of als je überhaupt deelneemt in de politiek, dan ben je altijd een voorbeeldrol. En dan moet je ook aannemen, dan moet je accepteren. Dus ik zou dan ook zeggen, probeer ook inderdaad die omgangsvormen met elkaar beter te organiseren. Of dat je in ieder geval wat strenger bent naar elkaar. Dat je niet... als iemand debatteert, dat je dan je smartphone erbij houdt. Want dat oogt ook gewoon niet fijn. Ja, dus ik denk dat inderdaad was Rutte had er soms strekjes van, inderdaad. En soms klopt dat ook gewoon, dat je af en toe even op je telefoon moet kijken. En tegelijkertijd is het wel belangrijk dat je het goede voorbeeld bent. Maar mijn hoop is positief. En als ik ook gewoon met docenten heb gesproken en die directeuren in juist het Goudse onderwijsveld... Dan gaat het goed komen. Dan moeten we er gewoon wat mee. Ja. Dus ik heb er zin in. Heel korte antwoord, dat is bijna niet mogelijk als je een politici vraagt. Heel kort antwoord, hoe ga je het oplossen? Ik ga het niet alleen oplossen. We gaan het met z'n allen oplossen. Dus zowel ik als persoon die het aanjaagt als PvdA... Ja. Maar ook de hele gemeenteraad die mogelijk hier iets van gaat vinden. Of ook echt actief wil worden om juist met die middelbare scholen en die scholieren in gesprek te gaan. Het college heeft een verantwoordelijkheid, vind ik. Maar ook het hele onderwijsveld en de leerlingen erbij. Dus ik ga het niet alleen oplossen, ik ga het vooral samen oplossen. En dat is ook de hele essentie van dit plan. Helder, dank voor dit gesprek. En hou ons daarover op de hoogte. Dankjewel. Ontzettend interessant.
Miranda, eigenlijk als je kijkt hè, naar de bibliotheek en de chocoladefabriek, die doen ook heel veel op dit gebied. Ja, we zorgen in ieder geval dat we meer zijn dan alleen boeken. Ja. Kijk, je kunt veel meer terecht in de bibliotheek. We vinden het ook belangrijk dat je mening kunt vormen. Dus we kiezen geen partij als BIEB. Je kunt over allerlei onderwerpen bij ons terecht. Ja. Ja, en jezelf verder oriënteren en je mening vormen. Dat vinden wij belangrijk. Bijvoorbeeld in debatten die we organiseren rond de verkiezingen. Precies. Dat is altijd een verkiezingsdebat. Afgelopen keer was dat met jongeren uit de politiek. Wat ook heel leuk was. Kijk aan. Leuk debat. Gelegd. Ja. Ja, want als je kijkt, hè, vroeger ging je naar de bibliotheek om een boek te lenen. Ja. Maar tegenwoordig is dat eigenlijk, nou ja, ik wil niet zeggen dat dat ondergesneeuwd is, want er zijn nog heel veel boeken te vinden. Gelukkig maar wel, het ja. Is niet meer echt de prioriteit. Nou, nog wel prioriteit, maar er is gewoon meer dan dat. En wat ik vooral prettig vind, toen ik zelf vroeger boeken ging lenen, ik weet nog wel dat je dan echt aan de bibliothecaresse je boek moest geven, dat zij het ging scannen. Dat ze ook nog af en toe er wat bij zei, van, de Chameleon, dat is echt wel een jongensboek. Ik dacht, nou mooi, dan ga ik ze allemaal lezen. Ja, precies. Okay. Ik dacht, dan ga ik allemaal lezen. Ja. Ik hield niet zo van het onderscheid tussen jongensboeken en meisjesboeken. Nou, gelukkig mag je nu zelf gewoon je boeken scannen en meenemen wat je wilt. En dat blijft gewoon belangrijk. Kijk, lezen is gewoon niet alleen ter ontspanning, maar ook gewoon om jezelf te ontplooien en te ontwikkelen. Ja. Dus boeken blijven gewoon echt onze basis. Ja, maar je kan ook bij jullie een e-book lenen, hè? Zeker, ja. Als je lid bent van de BIEB, dan heb je ook toegang tot de online BIEB. Met e-books en luisterboeken en tijdschriften, dus dat is heel fijn. Ja. Ja, dat, zegt, dat blijft natuurlijk. Wat we daarnaast willen doen is inderdaad allerlei activiteiten om mensen verder te helpen. Ja. Het gaat altijd wel om taal en verhaal, maar we willen wel dat ze... Als je bijvoorbeeld de taal nog niet goed beheerst, dan willen we daar met alle liefde natuurlijk wat aan doen. Dus mensen kunnen daarvoor ook bij ons terecht. Ja, maar dan heb je het over mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Ook, maar ook mensen met een Nederlandse achtergrond. Ja. Ja, want jullie doen ook heel veel programma's voor mensen die laaggeletterd zijn. Ja. Ja. Hoe zit dat eruit? Ja, het gaat zowel om mensen die Nederlands gewoon als eerste taal hebben, als mensen die Nederlands als tweede taal hebben. Ja. Er zijn ook een heleboel gouwenaars die bijvoorbeeld nooit hebben leren lezen en schrijven. En dat altijd goed verborgen hebben. Ja. Ja, dat is natuurlijk op een gegeven moment is dat niet meer houdbaar. Misschien moet je voor je werk wel iets met de computer of wil je je kleinkinderen voorlezen. Dus voor beide doelgroepen hebben we allerlei activiteiten. Ja. Bijvoorbeeld taallessen, we verwijzen door naar andere taalaanbieders. We hebben zelf ook taalcafés, leeskringen. Dus er gebeurt van alles op dat gebied. Ja. Waarom is die rol ooit zo gewijzigd? Is dat iets wat zeg maar jullie vanuit een beleidsmatige invalshoek hebben gedaan? Of is die vraag veranderd? De vraag is ook wel veranderd, denk ik. En ik vind het ook echt wel dat het een rol is van de bibliotheek. Dat we daar echt iets in moeten betekenen. Het heeft allemaal te maken met taal. Ja, als je je taal niet beheerst, dan is het echt wel lastig voor je. Ja. Dus ja, vandaar dat we daar zo op focussen. Wil ik toch even terugkomen naar jongeren, want je zei van nou, het valt wel mee, of het is de vraag dat het zo is. Toch lees je heel vaak in de krant dat vooral kinderen die van de lagere school of de basisschool heet dat tegenwoordig komen, niet goed kunnen lezen. Ja, eeuwig zonde natuurlijk. Maar hoe kan dat? Ja, ik denk dat het vaak ook gewoon niet zien. Dat ze denken, weet je wel, het is natuurlijk een lastig probleem. En je moet wel echt extra aandacht eraan besteden. En vooral het leesplezier weer terugbrengen. Ja. Want wat je nu vaak ziet is dat er heel erg wordt gericht op wat kinderen allemaal moeten. En wat jongeren allemaal moeten. Dan hebben ze een lijst van allerlei boeken waar ze uit moeten kiezen. Ja, we zien ook wel eens in de BIEB dat kinderen dan met een boek in hun hand staan. Dat ze van een docent horen krijgen. Nee, dat mag je niet lezen. Nou, dat gaat me echt dat vind ik maar echt aan het hart. Maar waarom zegt de docent? Nou, omdat het verkeerde niveau is. Of het verkeerde type boek. Nou, ik heb liever dat kinderen lezen. En dat ze, er is voor iedereen een boek. Voor iedereen is er een boek dat bij hem of haar past. Ja, dat vind ik zonde als je dat niet zou kunnen ontdekken doordat je iets niet mag lezen. Dat kan ik me voorstellen. Ik vond het magisch trouwens toen ik ontdekte dat mijn kinderen ineens op een pak melk zaten te lezen. Ja. Het opent echt een wereld voor je. Ja, het is echt zeker voor mijn kinderen, die vonden het fantastisch. Weet je, dat ze opeens konden lezen. En dat je dat al die gekke tekentjes op een pagina, dat het samen een verhaal werd. Ja, nou is Sofine naar de scholen geweest met haar vragen over politiek. Gaan jullie als bibliotheek ook naar de scholen? Bijvoorbeeld om te stimuleren dat mensen lezen. Zeker, ja, we hebben allerlei programma's voor scholen. Ze kunnen ook kiezen of ze bijvoorbeeld een eigen BIEB hebben. Of dat ze naar ons toe komen met een klas. Of dat wij een vestiging van onszelf op een school hebben. Dus dan hebben we ook een leesconsulent die allerlei tips geeft en met zijn leerlingen aan de slag gaat. Dat doen we al voor basisscholen, maar nu ook voor het voortgezet onderwijs. Ja, het lijkt zo vanzelfsprekend dat we allemaal kunnen lezen. Sommige mensen is het heel moeilijk en voor sommige mensen is het zelfs een enorme drempel. En dan is het mooi Zeker. Dat de bibliotheek er is. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. En ook Sofie, jij dankjewel
voor het gesprek. Leuk dat jullie onze gasten waren. Hans op de hoogte. Dankjewel. En u thuis natuurlijk heel hartelijk dank voor het kijken vandaag weer. We zien u graag terug de volgende keer bij Gouwstad Informatief. Dag.